Bas Veen trouwens, eerst gefeliciteerd dat je weer op veld stond, want je was geblesseerd. Wat was er precies aan de hand? Ik had een beetje irritatie, een beetje last van mijn knieën. Verder niks bijzonders eigenlijk, maar even iets rustiger aan gedaan. En ik merk dat ik me een stuk beter voel. En ja, vanaf nu hoop ik dat alles weer mee kan doen. Wat voor wedstrijd was dit? Een wedstrijd zoals... Waarom begin je direct te lachen? Het is een wedstrijd zoals het geweerd zou moeten zijn. Weet je, we domineren de wedstrijd. En dat, ik denk dat tegen een team... Weet je, we kunnen ook gewoon rustig aandoen en met 10, 20 punten verschil winnen uiteindelijk. Maar we willen beter worden als team, we willen groeien. En ik denk dat we dan zulke wedstrijden moeten spelen. Ik moet er even over beginnen. Vrijworpen. Ja, dat was niet zo'n succes vandaag. Hoe kan dat nou? Soms heb je zo'n dag. Ik heb een uitdaging voor je. We hebben hier een bal, nou je weet wel, zo'n basketbal. We trekken even de microfoon er zo uit. En ik weet zeker, als je nu nog één vrij wordt, dan zit hij. Ben je daar ook zelf van overtuigd? Ja. Bas, laat het zien. Zie je wel, Bas. Het kan best. Ik kan het wel.